Hallo mensen, welkom bij een nieuwe video. Vandaag gaan we een video maken van Forza Horizon 5. En ik heb weer wat stickers op. Dus nu kunnen wij deze expeditie doen voor van. Ik denk tenminste dat het een expeditie is. En ik heb ook al ondertussen veel nieuwe auto's. Ik heb er 29, denk ik. Want ik heb superveel geluk gehad, want ik heb een Mercedes AMG gekregen van een wheelspin. This is El Campeón, one of the greatest lucha de carreteras fighters in Mexico. Señor Campeón, may I present the driver I told you about? Híjole, that went well. Wait, what? That means El Campeón will train you, but you must prove that you're worth his time. I've got a car ready. Dat is precies El Primo van Brawl Stars, maar oké. So, you need to really keep that speed up. Lucha de carreteras is about agility, speed, stay and precision. Stay above 209? Yeah, I can do that. Lucha Libre is Mexico's beloved world-famous wrestling, and Lucha de Carreteras is the latest evolution of lucha and racing. So it is necessary to have El Campeón's blessing for the festival. Ik moet wel heel snel rijden, 209 km per uur. Gelukkig heb ik er net in plaats miles km per uur gezet. Maar ik dacht, ik rijd er rustig naartoe, maar nee, als ik zo moet blijven rijden. Long straight. Wat ik nu al niet meer doe. Hoe doe ik deze scherpe bocht dan? Turn up ahead. Niet makkelijk. Nee. Ik crash. Warships, it's Lucha Libre Heroes. It's crucial to have El Campeón's blessing for the lucha de carreteras. So let's really keep that speed up. Kom op. Hoezo moet ik boven de 209 km per uur blijven? Dat gaat niet met deze bocht. Nee, meneer, ik heb mij bijna laten crashen, maar het zal niet opgelopen. Ik heb het gehaald. Well done! El Campeón is prepared to take you on as a student! Felicidades! Oh, 2 sterren. Jammer. Ik heb het gedaan, dus ik denk dat ik naar de volgende kan. Ja, wel, dat was het. Oye, El Campeón is waiting to take you through a training session. Waar moet ik naartoe? Naar daar. Of we kunnen ook effe. We gaan die. Oh yeah, die is ook wel leuk. I've been working on the bocho and learning more about Papa Fernando. Come meet me when you have time. I'll show you what I need. Ik wil rijden, maar dat is leuk. Dan moeten we weer zo'n auto gaan halen. En denk dat we dan direct deze auto krijgen misschien. Ik weet het niet echt, maar. Maar ik moet daar naar toe, maar waarom heb je dan niet gewoon een andere weg te doen? Deze auto is heel slecht voor een front, hij heeft 0 punten voor een front. Ik ga wel even oproken, want ik ga eerst die 0 punten, dat is ook niet lang. Dat gaat sneller. En ik ben trouwens ook nog altijd heel veel van sparen, maar ik heb het per ongeluk hier geopend. Dus
Je nog 10 kilometer rijden. Neem even een andere weg. Ik ga gewoon door de boom. Recalculating. Als ik dat zeg, dan komt het tegen de boom. Ik kan niet helemaal langs, maar nee. Moet die boom raken. 100 meter. Turn sharp left. Maar wat ik wel vind, is dat deze map 100% leuker is dan de vorige. Want Forza Horizon 4 is niet leuk. Forza Horizon 4 was niet zo leuk. Oh ja, ik ben bij de waterval. Ik ben met auto's gewoon onder water. Dat hoort niet. Alright, don't panic, but hey, open your bottom line. Car river. Start having a sniff around the festival. Well, that's from the dump. Quiet about it, yeah? Okay, Alex, I can misschien beter the weg genomen. 400 meters. Turn sharp left. Alleen met deze auto is zijn deze ook rondrijden. Turn sharp left. In 400 meters, turn right. Ay. Turn right. Oh, heb ik hier nog nooit gereden? Dat is een beetje raar. Oh ja, we gaan deze grote brug op. Deze brug is wel cool. En zo ontdekken we ook eigenlijk een beetje de wereld. Oh, ik wil dat bord wel, hè. En ik doe vrolijk een... Oké, voilà, dat bord heb ik ook. We zijn er bijna, als je het van. Ja, hier is die grote brug. Eigenlijk moeten we daar ook nog eens van afrijden, maar dat is voor een andere keer. Nu moeten we snel daar gaan. Dat bord kan me even niet spelen. Oké, dan de game wil daar ook open. Dit is zo onhandig, hè? Dit. Ah ja, hier. Oh, is het een blokje. Turn right. Is dat niet de oude plek van de barnfight? Voor de toekomst. Turn around. It is safe to do so. Kom op, nee, ik wil hier niet crashen. Hier kunnen we niet crashen door de druppel en dat door al die kakjes, want dat kun je door. Oké, wortel. 2 van de 7. 3 sterren als je het haalt in 1 minuut en 34 seconden. Dat is niet makkelijk. Want 1 ster is het als je het haalt in 5 minuten. Dus ik hoop dat ik het haal. What do you think? Ooh. Ah, very nice. Where's the Vocho? I'm taking my time with it. Don't worry, superstar. Sometimes sock tampoco está tan mal. Okay, we moeten nu met een Porsche gaan rijden. Dat is wel leuk. May the best mechanic win. Ah, so that's how it is. Okay then. Okay, race. Thank you.
dit gaat ook compleet fout, maar oké. Even rewinden. Beetje terug totdat ik op de weg ben. Voilà. Ja, dat is nog van de baan. Dit ding glijdt. Oké, ik moet rewinden. Ik moet een beetje dat ding onder controle krijgen, want dit glijdt hard. A shorter route. You get out straight ahead. Ik ben weer gecrashed. Nu laat ik me inhalen. This is a technical route. Lots of city turns, but the next checkpoint is outside of town. Ik haal deze dit easy. Dit is niet makkelijk om te halen. En het is niet makkelijk om niet te crashen. Nog terug, want ik ben naar boven van de baan weer. En dan ga ik hier van de baan. Ik wil met deze auto geen race winnen. Kan ik niet op rood? Checkpoint mis natuurlijk, ik moet helemaal terug. Ik wist niet dat daar nog checkpoints waren. Die gaat nog snel op voor mijn zo'n auto. Ik glij zo hard dat het gewoon amper mogelijk is om niet van de baan te gaan. Ik moet het nu 2 minuten aan, maar haal ik ook niet. Hier wordt het misschien wel 1 ster, maar als ik het haal is het. Ik doe het ooit wel eens opnieuw dat ik het haal 3 sterren, maar ik het nu niet. Dit was mijn slechtste race ooit. Hey, well done. I'll let you get back to the garage. Call me. Dit was al wel de slechtste race ooit, maar oké. 1 ster, ik kan het niet opnieuw doen. Okay, nu gaan we nog mijn ander stickertje erop plakken. Oh ja, my friend. Guess who has the watch running as well as it did in 1963? It would be really good for some rally driving. We could do that here. If you prefer rallycross and showing off some gymkhana skills, we could do that here. You choose and meet me there. Oh, er zijn er 2. Oké, eens kijken wat we nog allemaal kunnen doen. Dus, Horizon Adventure. Misschien kunnen we dit wel doen. Wat is dit? Ik denk dat ik deze doe. De Colossus. Want dan heb ik die nu. Voilà. Let me talk to Alejandra. See if she can find enough drivers willing to race the Colossus against you. Hey, my friend. That's it. Horizon Apex is finished. The build, I mean. Racing is never finished. Kan ik daar niet naartoe fast travelen? Als ik daar naar fast travel, dan kan ik naar daar makkelijk rijden, dus. Dat doen we even.
friend. Healy called me. Ready for the Colossus? I can't wait to see you conquer this thing. You have arrived at your destination. I'm benieuwd wel wat ik hier van kreeg. De Gauntlet of Fun. Maar dit is de race die ik moet doen. 55 kilometer. Oké. Het duurt met deze auto, want die is recommend. Nee, want daar kan ik niet mee winnen. Ik moet er met Senna. Oh, ik kan niet meer terug. Oké, we gaan dat gewoon proberen. Met die Senna win ik ook niet, want dan moet ik veel tegen veel betere auto's. Ja, ik zet Effie. This is the Colossus, the biggest road race we've ever made. Are you ready? Gewoon zo, voilà. Want anders win ik dit niet. Anders heb ik niet eens een kans. Dan kan ik gewoon niet winnen. Nu heb ik nog een kans. Oké, voilà. Want die nu zeer kunnen we nog inhalen, maar anders kon ik nooit hun inhalen. Oké. En we gaan ook nog eens een blueprint doen, want dat is ook leuk. Dat is voor de volgende aflevering wel, maar dat is ook wel leuk. Maar ik denk dat dit een race is rond de map. Er gaan heel traag procent bij, maar dat is natuurlijk, dat is ook wel leuk hè, als ik een beetje kom. Dus deze kan wel even duren. Oh, die komen er al aan. Ik wil eigenlijk helemaal niet crashen in deze race. Want als ik heel ver voor me raak, dan mag ik wel eens crashen. Oké, hier gewoon volle gas die bocht erin. Ik moet de, ook nog wel eens deze auto een beetje pimpen. Die was sneller. Tot nu toe had ik heel goed. Ik zie ze nog niet achter mij dus. Oh, ik moest misschien dat niet doen. Dan zijn ze weer achter mij en daardoor kan ik door dat toeteren heb ik even mijn rem weer. Mijn gas weer toeteren. Oké, ik kan hier weer hard. Ik heb ook maar net een checkpoint. 12% nog maar. Dit is wel een leuke race. Ik heb de bocht gehaald. Shit. Ik ben gecrashed. Kan niet gebeuren, niet kleuren. Oh! Ik dacht ik het wel ver voor, maar nee. Ik ben gewoon recht achter me. Ik moet wel snel gaan met dit. We zijn nog niet eens in de buurt van de helft. Maar dat is ook wel weer goed, dat is een lange race. Ik denk dat we hier wel veel van krijgen.
Dit auto is ook echt wel leuk. Zie ik ze achter mij? Nee. Oké, dat is goed. Misschien had ik dit toch moeten doen met mijn fan, want dat gaat wel sneller. Maar ja, maakt niet uit. Zie je, dit gaat wel goed, Prinsje. Probeer zo recht mogelijk die blauwe lijn te volgen. Nu niet maar. Deze bocht is toch makkelijk. Hier is wel een scherpere. Oh, zij zitten nog ver van mij. Ik zag ze even op mijn minimap. Ze zitten echt ver. Deze bocht gaat goed. Ik denk dat we ook al bij bijna in de jungle zitten. Nu nog niet eigenlijk, maar oké. We zitten nog altijd niet op 40%. Ah, mijn eerste keer dat crash, denk ik. Ah nee, tweede keer. Oh, we zitten daar nog. Oh, joh. Crashen mag ik niet. En wat doe ik dan, crashen? Even rewinden. Oké, voilà. Oké, er zijn er twee, die zijn een beetje verder van de groep. En de andere en de rest is gewoon al bij elkaar aan het lezen. Dus dat is wel handig voor mij. Oh, het is wel leuk dat de game heeft gedaan dat je meer de smoke kunt zien als je drinkt. Want dat was echt wel een dingetje dat ik wou. Want dat is veel cooler. Heb ik die checkpoint? Ja, ik dacht dat ik die had. Oké, dit is een scherpe bocht. Even crashen kan gebeuren.
Okay, let's have to celebration. Zo krijg je ook wel veel punten eigenlijk. Ik wil trouwens even een foto van, dus ik ga zo even creative hub foto mode. Ik moet hier even een foto voor maken voor de voor mijn thumbnail. Tenminste, misschien wordt het een thumbnail. Enter continue. Misschien. Enter. Ilika. Voilà. Ik schrijf gewoon maar wat erbij, anders werkt het niet. Maar je moet dat share, anders kun je die hier niet, kun je die niet save. Oké, voilà. Nu even terug verder racen. Ik mis de checkpoint zo. Dus even... voilà. Oh, je drukt een keer de gaspedaal in even. Oh, dat was een leuk driftje. Maar gewoon een heel stom driftje eigenlijk. Oké, we zitten op de helft. En op de helft moeten we natuurlijk crashen. Want dat hoeft niet. Nu kan ik goed. Oh, ik heb een vingertje gedaan. We zijn ook al 10 minuten bezig. Moet rewind kan gebeuren. Oh, hier is slipping. Oké, echt jokie. Hier is het tegen de brug. Nee. Of jawel, het is over een brug. Hier moet je eigenlijk een kaartje afgeven. Dus ik hoop dat... Oh, dat gaat niet. Tenminste, als je racet over een brug, kun je een kaartje afgeven. En dat is heel irritant. Oh, er komt eentje me inhalen. Oké, ik voel perfecte lijn. Ik voel niet perfecte lijn, nu wel. Dit is in de jungle bijna. Ik ben benieuwd hoe ver wij nog moeten. Ik heb de checkpoint gemist. Gebeurt ook weer bij mij, hè. Ik mis bijna alle checkpoints van alles. Hé, maar deze gast heeft zijn vriendje achtergelaten. Nu is hij dicht bij mij. Kom op.
New genre in the jungle. Okay. Dit gaat heel goed. Dat is het enige wat zeker is. Level 30, let's go. Ik ben ook alweer level 30 in 3 dagen. Eigenlijk zijn er waarschijnlijk al mensen die level 100 zijn in 3 dagen. Oh nee. Ik ga helemaal het gras in. Heel goed. Mijn bandjes. Oh nee. Die echt niet traag en nu terug snel. Hier moet je elkaar een kracht geven. Ik hoop dat zij het dat doen. Want als zij dat doen, is het handig. Als ik dat doe, is dat niet handig. Oké, dat gaat allemaal goed. 70% en 30% erbij en we hebben het gehaald. Oké, hier kun je elkaar droog lekker afbeuken. Dat zou heel chill zijn. Ik zie de mensen nog niet dus. We staan al op de hele tijd eerst. Maar als ik dit nu op medium had gezet, dan waren er al mensen klaar misschien. Want die gaan al veel sneller dan mij. Dat is laatst, waarschijnlijk. Dit is wel een leuke plek hier. Ik heb hier ook al een paar keer gereden. Oké, hier lekker langs. Is 81% bijna. Ik zeg niet dat we op de berg zitten. Dan zouden we wel kut zijn. Ik hoop dat we hier ook wel veel XP van krijgen. Wie weet krijg je ook wel een auto. Dat is ook wel wat moet zijn. Als we deze bocht. Eigenlijk ga ik niet voor wat vast, maar oké. Soms moet je wel een bocht gewoon niet remmen, maar gewoon niet de gaspedaal uitdrukken. Zoals hier. Hier dan weer wel en hier weer niet. Als je één keer slipt, dan blijf je slippen. Het is gewoon moeilijk om dan terug onder controle te houden. Is het weer zand of is het sneeuw? Dit lijkt wel op weer zand.
In deze duin is het ook wel erg cool om rond te racen. Vooral op rood, maar dit is straatrace. Oké, dat was echt een goed potje. Maar ook weer niet goed. Want dat betekent dat het ook al een beetje te makkelijk is. Eigenlijk moet er nog iets zijn tussen wat ik nu heb, Novice of zo, en hier. Oké, bijna 2%. Zie de finish. Op mijn minimap. 1%. En we hebben eindelijk de race gehaald. Een race rond de map. Die heel lang duurde 19 minuten en 18 seconden. Eigenlijk 19 seconden. Nu moeten zij nog allemaal finishen. Holy shit, dit duurde echt lang. What a win. Not bad, superstar. You can come and race with me anytime. Hey, my friend. Wie doesn't have a race on Skyline? I say you're coming for them next. That's a great race. That's veel. Ik ben 2 levels omhoog. 3 levels omhoog. 3 levels omhoog, dat is wel veel. Ja, zijn ook veel Jostens. 125.000, ook goed. Ah, ik heb maar 1 Jostin van open kunnen doen. De rest doe ik ook niet open, want ik spaar ze. Maar oké. Dit duurde heel lang. Hey Tim, time for an adventure. Where should we head next? Die is helemaal klaar, deze ook. Misschien Wild Dirt Racing. Ik wil iets dat leuk is. Heel leuk. We doen Dirt Racing. Of we doen Cross Country Racing. Ja, die. Oké, dat is dan voor de volgende keer. You, Alex, Ramiro, and every single fan messaging me to ask when this is opening. Great news! I'll tell them all very soon, July. Maar eerst wil ik al die dingen eens krijgen. Ik denk dat ik nog wel eens gaan krijgen. My friend, I think we should show Horizon why the Baja is home to the biggest off-road racer. Oké, maar dat was dan de video voor vandaag. We might set up an outpost or something.